Hey, hallo allemaal, welkom terug op mijn kanaal Kastgeluk, waar we het vandaag gaan hebben over een fascinerend onderwerp, spatial awareness, oftewel ruimtelijk bewustzijn. En wat is dat nou precies? Waarom is het zo belangrijk? Vooral als het gaat om organiseren van je kast, je huis of je werkplek. Nou, spatial awareness is je vermogen om je bewust te zijn van de ruimte om je heen. Hoe je die gebruikt en hoe je het beste dat kunt gebruiken, zodat het voor je gaat werken. En in deze video deel ik 5 praktische tips om je spatial awareness te verbeteren. Zodat je efficiënter om kunt gaan met je ruimte en een rustiger, georganiseerde leven kunt leiden. Nou, de eerste stap naar een beter ruimtelijk bewustzijn is simpelweg observeren. Kijk eens om je heen, hoeveel ruimte gebruik je nu eigenlijk? En hoeveel ruimte blijft er ongebruikt of wordt er inefficiënt gebruikt? Nou, dit geldt niet alleen voor je fysieke ruimte, zoals in je kast of in je woonkamer, maar ook voor je mentale ruimte. Maar hoe begin je nou met observeren? Nou, neem de tijd om bewust eens even te observeren. Dus loop eens door je huis. Kijk gewoon eens met een frisse blik naar al die ruimtes. Neem bijvoorbeeld je kledingkast. Zijn er hoeken die je nooit hebt benut? Heb jij planken vol met kleding die je nooit draagt? Door jezelf bewust te maken van deze ruimte, kun je ze veel efficiënter in gaan delen. Nummer 2 van de tips. Creëer zones. Of je nu een kast of een werkplek organiseert, je moet het allemaal in verschillende delen indelen. Iedere ruimte moet een functie hebben en dit helpt je om structuur aan te brengen. Het is makkelijker en je kunt veel eenvoudiger dingen terugvinden. Nou, neem bijvoorbeeld de kast. Daar heb ik zones in. Dit is mijn kledingkast. Die zones heb ik zo verdeeld dat als ik deze kast open doe, ik altijd alles op een bepaalde plek heb hangen. Dus even een voorbeeld te geven. Hier hangen al mijn topjes. Ik heb het zo zelf ingedeeld dat het van begin bij het eerste wat ik aantrek tot aan het laatste, tot aan het jasje. Door dat zo in te delen, zie ik in één oogopslag ook wat ik heb en weet mijn brein, want dat is die computer, die gaat uiteindelijk als een automatisme zien van oh ja. En ik heb het zo bedacht, die zones zijn zo gemaakt dat ik gewoon weet, ik ga voor mijn kast staan. Ik voel even wat die dag gaat doen, waar ga ik naartoe, waar ga ik heen. En op dat moment weet ik, wordt het een sportieve dag, wordt het een zakelijke dag, ga ik naar een event, heb ik iets belangrijks. En dan kies ik in die mood, kies ik wat ik aan ga doen. Dus als het een sportieve dag wordt, dan weet ik gewoon, oh, dan moet ik bij de topjes kijken die lekker sportief zijn. Of die een beetje stoer zijn. Nou, en zo ga ik die zones eigenlijk door. Datzelfde heb ik gedaan met sieraden. Daar heb ik zones gemaakt. Dus mijn sieraden, mijn oorbellen en ringen zitten in een sieradenbakje. Ik weet gewoon hoe dat werkt. Mijn parfums zitten in een stolpje. Weer een zone, een verschillend gedeelte. Dus hier staat alles onder, hoef ik alleen maar te pakken. Doordat ik het in die zone afkader, komt hier ook geen stof bij. Is ideaal. Maar het staat gewoon op dezelfde plek. Deze zone, dat is de zone met al mijn brei, mijn truien. Dus is het koud weer, dan ga ik naar deze zone. En dan weet ik gewoon van, hé, daar ligt die trui. Meer dan dit wordt het ook niet. Deze zone is hiervoor bestemd en meer past er niet in, want anders krijg ik een overkill. Datzelfde heb ik gedaan met mijn broeken. Dus in de tweede la liggen mijn broeken. En in de laatste la, daar heb ik bijvoorbeeld ook een mandje. En in dit mandje, daar zitten allemaal hele handige gadgets. Daar zit een spray die zorgt dat mijn kledingkreuk vrij wordt. Als ik even heel snel wil zijn of als ik op reis ben. Daar zit ook mijn steamer in, mijn handsteamer. Dus als ik op reis ga of ik moet even snel kreuk vrij maken, dan doe ik de steamer aan. Daar zit dan ook vervolgens het pilapparaatje in. Dus als ik een fijnbrei aan heb en er zitten pillen op, dan heb ik hier. Dat zit dus allemaal in dit mandje. Heel simpel, IKEA-mandje. Maar ik heb het wel afgekaderd. Het is een zone geworden. Dus weet ik gewoon, als ik dat nodig heb, zit het in dat mandje. Zit in de derde laag. Nou,
nu ik hier toch naar kijk, denk ik, ja. Ik heb hier ook bijvoorbeeld een zone en dit is dan mijn sportkleding. Dat hoort in die zone, dat ligt er ook in. Ik word alleen nu wel heel erg van bewust dat er heel veel in ligt en heb ik ongeveer 80% niet van aan. En dat is wat ik bedoel met word je bewust van die ruimte. Hoe je het hebt ingedeeld, want dit is natuurlijk nu een automatisme geworden, daar liggen mijn sportkleding in. Maar heel eerlijk, dit vestje, dat vind ik eigenlijk veel te dik. Oh. Dat vestje is veel te warm, dus dat heb ik eigenlijk nooit met sport aan. Maar ik heb hem hier wel in. Neemt heel veel ruimte in beslag en dat heeft helemaal geen nut. Het gekke is dat hier ook een hele mooie sjaal nu in ligt. Ik heb geen idee. Hij is bij de sportkleding ingekomen en dat bedoel ik, voordat je het weet, stop je er iets in of liggen er items in die je eigenlijk liever niet gebruikt. En dat maakt dat dit dus eigenlijk een zone wordt waar veel te veel in zit. Dus daar ben je aan gewend geraakt. Niet handig. Let er dus even op. Word er bewust van wat je in die zone hebt gestopt. Dus zones zijn belangrijk. Afkader is belangrijk. En check het af en toe. Want voordat je het weet is het wat geworden. En is dat ook weer iets geworden waar je eigenlijk nooit gebruik van maakt. En in je keuken kun je bijvoorbeeld ook zones maken. Bijvoorbeeld een kookzone waar je graag kookt. En in dat deel daarvoor, daar ben ik altijd aan het snijden. Dus dat is echt een werkgedeelte. En ga zo eens op die manier heel erg naar de ruimtes kijken. Ik heb ook een koffiehoek op mijn keuken. Nou, veel mensen maken dus helemaal geen gebruik ervan. En dan helemaal niet van horizontale ruimtes. Dat zijn vaak die vergeten ruimtes. Denk aan al je muren, hoge planken of zelfs de achterkant van de deur. Denk dus vooral in lagen. Gebruik wandplanken, hangrekken of zelfs haken om meer ruimte te creëren. Nou, in je kledingkast kun je bijvoorbeeld ook nog kiezen voor hangende organizers om verticaal op te bergen. Dat geeft je extra opslagruimte zonder dat je vloeroppervlakte verloren gaat. En wat dacht je van de ruimte onder je bed? Veel mensen gebruiken deze ruimte helemaal niet optimaal. Of het is er gewoon een plek waar stof ligt en waar spullen rondslingen. Terwijl het perfect kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het opbergen van seizoenskleding in kledingzakken. Of schoenen of beddengoed in die vacuümzakken. En wat dacht je van de achterkant van de deur? Dat is de klassieke vergeten ruimte. De achterkant van een deur kan uitstekend dienen voor haken met schoenenopslag of zelfs een plek voor de spiegel. Veel mensen gebruiken die ruimte gewoon domweg niet. En de bovenkant van je kast. Vaak laten we de bovenkant van hoge kasten leeg, maar met een beetje planning kun je bijvoorbeeld een doos met minder gebruikte spullen neerzetten. Het is een hele handige plek voor zaken die je niet elke dag bijvoorbeeld nodig hebt. En wat dacht je van ruimte onder de trap? In heel veel huizen is de ruimte onder de trap een ongebruikte hoek, terwijl je die heel mooi kunt ombouwen tot bijvoorbeeld een schoenenkast of een boekenkast. Of zelfs gewoon een hele mooie werkplek. En wat dacht je van de hoogtes van bovenkasten in de keuken? Veel mensen gebruiken de bovenste planken van de keukenkasten niet. Simpelweg omdat ze moeilijk te bereiken zijn. Maar met een trapje die je in een ander kastje zet, kun je deze ruimte juist benutten. Voor items die je minder vaak nodig hebt. Nou, en tip 4 is minimaliseer je bezittingen. Het verbeteren van je spatial awareness gaat over het beperken van wat je bezit. Hoe minder spullen je hebt, hoe makkelijker het is om de ruimte die je hebt goed te gebruiken. Vaak houden we dus onnodig dingen vast die allemaal ruimte in beslag nemen. Dus minimaliseer je bezittingen. Ga er al die spullen heen en vraag jezelf af, gebruik ik dit nou echt? Heeft dit echt nog wel een doel? Dat helpt niet alleen om je ruimte vrij te maken, maar het geeft je ook echt een mentale rust. Hoe minder rommel, hoe minder jij hoeft te organiseren. Nou, en tip 5 is, blijf gewoon een beetje flexibel. Want ruimtelijk bewustzijn gaat niet alleen over vaste indelingen, maar ook over flexibel omgaan met je ruimte. Je leven verandert en je ruimtes moeten daarin ook gewoon mee kunnen gaan, toch? Dus hou je ruimte vooral flexibel. Maak het jezelf makkelijk om dingen te herschikken als dat nodig is. Misschien wil je wel een indeling van een kast per seizoen veranderen. Of de woonkamer herinrichten wanneer je nieuwe meubels koopt. Het gaat erom dat je ruimte zich aanpast aan jouw leven in plaats van andersom. Nou, dat waren dus mijn 5 tips om je spatial awareness of je ruimtelijke bewustzijn te verbeteren. Ik hoop dat je hiermee meer rust en orde kunt creëren in je huis en in je leven. En vergeet niet dat het verbeteren
van je spatial awareness begint met bewustwording. En dat kleine veranderingen in je ruimte een heel groot verschil kunnen maken. In hoe je je voelt en hoe het functioneert. Nou, als je meer van dit soort tips wilt, vergeet dan niet om je te abonneren op mijn kanaal Kastgeluk. En een duimpje omhoog te geven als je deze video nuttig vond. En laat me in de comments weten welke ruimte ga jij eigenlijk eens als eerste aanpakken. Nou, dank voor het kijken en tot de volgende keer.